Alright. En we zijn live. Oké, Mathieu, welkom. 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 Ja, super. Bedankt om helemaal naar hier te komen. Ik heb je gezien toen dat je 10.000 volgers had op TikTok. Eigenlijk nog minder. Dat je een keer voorbij zien passeren. En ik vond dat wel... dat accent vooral triggerde mij wel. En dan de manier waarop dat je praatte, vond ik ook wel leuk. En dan, wat is het? Een jaar later of zo... Ja, ik zou zeggen, klein beetje omhoog. Klein beetje omhoog gegaan, ja. En dan, ik vroeg me af, zo, waren er bepaalde triggers dat hij heeft echt gelanceerd? Ik heb gezien dat je één video had van 11 miljoen of zo. Ja, dan denk ik, het begin van TikTok was nog anders. Ja. Kijk, was ik zelf aan het scrollen op die For You-page, kwam ik bepaalde dingen tegen, zo trends, dan deed ik die na, af en toe. En dan uiteindelijk één ding tegenkomen en dat is echt gewoon ontploft. Ik kan het hier nu niet laten zien, maar dat is dat ging. Ik stond op en die gsm ting, 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 ting. En dat stond niet stil. En dat begint. Je ziet in België, dat gaat er rond. En dan ineens op andere werelddeel. Ik heb Amerika gehad. Ineens overal die comments, dat blijft binnenstromen. En sindsdien. Ja, ik krijg meer volgers. En dan is dat vertrokken. Maar ik ben wel altijd mezelf gebleven en het ding is wat veranderd naar het fitnesskantje toe, ja. Ja, want je blijft nog altijd wel Belgische content maken, absoluut. Hè? Geen één Engelse content met ondertitels erbij of zo. Dat gewoon puur Antwerps. En de meeste volgers zijn dan van België? Of? België, ook Nederland wel. Ja, want, die zie je ook wel passeren. Op hoeveel volgers zit je nu bijvoorbeeld? Je hebt het over die grote sprong van 10.000. Wat is het nu? 64.000. Ja. En zijn je dan begonnen met je fitnessbrand daarna, of werd je daar al mee bezig? Eigenlijk tijdens het TikTok gebeuren. Okay. Ja, en dan heb ik het medium ook gebruikt bij de opstart van mijn zaak, MDS Nutrition. Ja. En is dat moeilijk eigenlijk? Omdat er zijn veel mensen dat dan nu beginnen op te starten, hè? Zo supplements, shakes, alles. Klopt. Hoe begin je daaraan? Ik heb hier tijd even gezet. Dus, we hebben tijd. Nee, we hebben tijd. Dat is niet zomaar van de ene dag op de andere. Je moet echt wel passie voor de sport. Dat is voor mij heel belangrijk. Daarom ben ik ook begonnen. Vroeger, ik testte allemaal andere producten uit. En op een duur zei dat alles gewoon. En zie je ook van, dat zit erin. Dat moet er eigenlijk niet in zitten. Of dat wordt gebruikt. Hoe meer je leest, hoe meer je zelfstudie doet. Dan, zelfstudie, hè, vergelijkingen maken en dan zie je van, dit is eigenlijk niet zoals het zou moeten. Klopt. En je test alles en op den duur heb je echt het gezien. Ja. En dan heb ik echt beslist van, kijk, nu wil ik het echt eens zelf gaan doen. Maar dus om op je vraag te antwoorden, dat is niet van vandaag op morgen. Er gaat een heel proces van start. Je begint eigenlijk met het opzoeken van, waar kan ik het laten maken wat ik wil hebben. Je stelt je formule samen. Wat moet er eigenlijk echt in zitten? Ik zal me een voorbeeld geven, een pre-workout. Wat moet daarin zitten, wat er echt moet inzitten? En al de rest eruit. Dan ga je opzoeken van waar kan ik dat krijgen. Je stelt dat samen, je stuurt dat naar die leverancier. Dan stuurt hij dat terug. En dan gaat er een heel testproces aan te pas. Je begint dat te mengen. Is die kleur goed? Is die smaak? Hoe lost dat goed op? Als ik dat drink, heeft het effect na 10 minuten, na 30 minuten, 40 minuten. Zo'n getest, test. En op den duur denk ik dat we... Mijn eerste smaak, kan ik goed herinneren, was 2-3 maanden verder, voordat ik dacht van, deze is hem. Dat moet nu op de markt komen. En dan denk je, ik ga dat indienen. Up, labeltje, je laat dat drukken. Dat komt aan. Maar dat is het niet. Je moet dat laten keuren. Ik wou net zeggen, want dat kan niet zomaar, denk ik. Zomaar op de markt betreden, dat gaat niet. Pas op, dat gaat wel. Maar dan kunnen we wel eens last krijgen van de FAVV, volksgezondheid. Dan kloppen ze aan u door. En dat wilde niet. Ja. Boetes, et cetera. Dus je moet echt wel zien, voordat je eraan begint, dat die in orde is en dat je de markt mocht betreden. Dan certificeren, keuren en dan uiteindelijk online brengen. Ja. Ja. Maar komen daar professoren aan bij kijken? Of nee, niet, je stuurt dat eigenlijk op naar, via een notificatiedossier. Je stuurt dat op. Ik heb iemand eigenlijk een ander bedrijf ingehuurd voor dat met mij samen te doen, want die kennis had ik niet. Dat kon ik, als ik dat ik niet zelf gekregen. Ja, daar moet je toch een achtergrond voor hebben, denk ik. Klopt, dat heb ik absoluut niet. Dus dan heb ik iemand erbij gehuurd voor heel dat proces op te starten. En dan heeft hij al mijn gegevens van formules en ingrediënten en waarop verzameld. Een heel mooi document en dat moet je dan opsturen. En dan zien van, is het oké of niet? Zit er iets in waar dat er niet mag in zitten? Ja, of hoe lang duurt dat, die spanning? Ik heb mijn spoed gedaan. Dus dat is
anderhalve maand was het bij mij, maar dat kan echt wel langer duren, want dat is met stapels. Ja. Dus liggen van boven duurt het lang. En dan, ja. Je hebt toch wel serieus wat geld gekost om dat op te starten. Hè? Ook. Kun je ongeveer geven van hoe dat je geïnvesteerd hebt? Die stap die ik heb gemaakt. Goh, want het is ook geleidelijk aan die je kost. Je begint met ruw bedrag. Ik denk 7.500 ongeveer. Om en rond de 10. Ja. Ja. Okay. Dus het is niet zomaar dat je begint en dan zie je de rekening even. Oei. Snap je? Het is een stap dat je moet nemen, je moet durven, maar ik heb zoveel passie voor die sport en ik zag van hier moet iets nieuws komen. Mm-hmm. En voilà, zo zijn we gestart. Gedurfd. Maar één keer als, als alles aankomt, je hebt het product van gezegd van dit wordt het, hoe begin je dan verder? Is het dan gewoon TikTok adverteren of ga je naar mensen in de fitness? Of? Dat was ook de vraag van daarnet. Ik heb dan die TikTok die begon wat te ontploffen en ik zag van oké, mijn doel hier is, ik blijf altijd mezelf, ik motiveer de jeugd om te gaan sporten. Dan heb ik een beetje de fitnesssupplementen eraan gekoppeld. En echt, in het begin was het eigenlijk nog reclame voor een ander bedrijf, ik ga het hier niet noemen. Van de pak die pre-workout en maak dat je in een gym zit. En dan zat ik maar schepjes te pakken van een ander bedrijf. En dan dacht ik van, amai, dat wordt keiveel keer bekeken. Er is hier een mogelijkheid, waarom doe ik het niet allemaal zelf? Eigen brand, volledig alles zelf opgestart. En dan begin je eigen potten te gebruiken. En dan zie je van oké, dat blijft groeien. En op den duur wordt dat zoveel keer bekeken, webshop online, en dan wordt dat besteld. En dat is... Heb je al iets ondernomen daarvoor? Heb je ervaring? Is dit je eerste project, zeg maar? Na school heb ik eigenlijk... Ja, ik wou zelfstandige worden, want mijn vader is ook zelfstandige. Wat doet hij misschien? Suikervrij snoep. Dus hij zit ook in nutrition? Ja, ja, een voeding. Beetje voeding, ja. Voeding. Oké, dus dat zit er al in. Ja, ja, okay. Het gezonde, echt het gezonde. Ja. Ja, want je ziet ook meer en meer sinds corona, mensen moeten op hun voeding letten. Meer en meer nieuws van over gewicht, noem maar op. En dan met bepaalde diëten en suikervrij snoep past daar perfect in. Dus dat is, dat is heel goed. En dan na het middelbaar, wat wil je dan gaan doen? Heb ik cross-media design gestudeerd. IT-richting. IT? Ja. Oké, en dat is meer marketing, crossmedia, of wat is dat? Nee, je krijgt eigenlijk in het begin de opleiding bestaat uit het IT-gedeelte. Dus puur het coderen van websites en designen. En daarnaast het grafische gedeelte. Dus Illustrator, Photoshop, noem maar op. Perfect wat jij nodig hebt, natuurlijk. Exact. En dus goede achtergrond gehad. En dan op het einde moet je kiezen vanaf jaar 2 wat je wilt. Het grafische of het webdesign. Dan heb ik voor webdesign gekozen. En dan kun je onze website maken? Dat is eventueel mogelijk. Na de podcast gaat u verder. Nee, ja, we beginnen er nu aan. Nee, maar dan dacht ik van oké, ons vader is zelfstandig, ik weet hoe dat wereldje werkt. Ik zou dat ook graag willen, want ik werk niet graag voor een baas. Pas op, het is nu wel gaande, maar dat is voor straks misschien. En dan heb ik gezegd van oké, ik wil ook zelfstandig worden. Wat kan ik hier doen in bijberoep? Direct begonnen als IT'er, dus gewoon... het websites maken, design, marketing, noem maar alles er rond. Echt. Want je kunt daar nog best veel mee verdienen, natuurlijk. Ja, maar als nieuweling, nieuwkomer op die markt, is het heel moeilijk om direct een heel grote naam te hebben dat iedereen naar u komt. Dat is moeilijk. Dus daarom, gestart in bijberoep. De eerste kosten komen binnen. Die een RSZ moet betaald worden, uw boekhouder moet betaald worden. Je ziet alleen maar Unizo, van je rekening min, elke min, drie maanden, min. Ja, alleen maar min. En dan dacht ik van oké. Doe maar, hier is een logootje gemaakt, €100, daar is iets anders, €50, maar dat was niet in Telt vergelijking. Dat was het niet. Had je toen al inkomen van iets anders? Of was dat echt Het was bijberoep. Het was bijberoep. Dus ik had sowieso elke maand een vast inkomst. Dus de stap was er, maar nog niet om te zeggen van ik ben mijn eigen hier echt in een hoekje aan het duwen in het rood. Maar zwart, die zakelijke rekening ging wel altijd naar beneden en er kwam eigenlijk niet veel binnen. Mm. En dan zijn we eigenlijk een jaar verder gegaan, een websiteje gemaakt. Dat was wel een leuke inkomst, maar dan weer 2-3 maanden niks, 4 maanden niks. En dan denk ik van oké, ik moet hier iets gaan ondernemen, want dit is het niet. Nog altijd in bijberoep gebleven en dan uiteindelijk echt gaan zien. Ik heb echt neergezeten, s'avonds in een gesprek met ons vader en ik zeg, wat wil ik nu eigenlijk, wat wil ik nu? Dan gaan zien, wat interesseert mij, met wat ben ik elke dag bezig, met wat zit er in mijn hoofd? En dat is fitness. Letterlijk, elke dag ben ik daarmee bezig. Persoonlijk, maar ook online op die TikTok mensen op motiveren. En dan heb ik gewoon gezegd, kijk, nu ga ik de stap nemen, ik ga het allemaal zelf doen. Dus echt zelf van nul, fitness supplementbedrijf.
En dan, ja, dan begint dat. En dat is eigenlijk echt wel goed ontploft in het begin. Ja, ja. Nu nog altijd. Dus nu nog altijd. Zijn je volledig nu daarin? Nee, of nog altijd? Nog altijd in Bijbel. Waarom? Omdat... Supermooi trouwens. Ja, ik blijf bij het... Dat zeg ik ook heel vaak in de vriendenkring en om rond. Van, waarom doe je dat niet vol tijd? Ik ben iemand, ik blijf altijd, ik wil bezig blijven. Hmm. Ik ben iemand, ik moet altijd werken. Dus ik heb die vaste inkomst. Ja. Hè, dus, snap ik. En dan daarnaast, oké, dat weegt op. Hè, om den duur. Het is ook maar een part-time dat ik doe. Dus zoveel dagen en uren is het niet. Maar je hebt wel die 100% zekerheid. Daar komt elke maand. Dat is wel een goede bevestiging. Want ik heb op een moment ook, zeg maar, niet part-time, het is full-time. Maar het zijn gunstige uren, laat ik het zo zeggen. Klopt. Maar dat geeft mij wel gewoon een zekerheid. Ja, exact. Want daarvoor was ik. Om het wel opstaan, om 6 uur. Ah. Wow, ik sta om 6:30 op nu, want het is verlaat naar 7:20. Echt? Dus ik sta om 6:40 op. Goddamn. Maar dat is alleen maar goed ritme. Ja. Dat is alleen maar goed. Dus, je kunt daarop rekenen. Elke maand komt dat binnen. En dan ben ik beginnen denken. En dan denk ik, oké, stel, ik doe dat niet meer. En echt alleen maar mijn fitness supplementenbedrijf. Dan zou ik in die overige tijd echt soms gewoon liggen niks. En zo ben ik niet. Ik moet werken, ik moet bezig zijn. Ik moet altijd iets doen. En het levert mij geld op, dus waarom zou ik daarmee stoppen? Ik heb wel gezegd, ook thuis, de dag dat het niet meer te combineren valt, want ik zit soms bezig tot 10 uur, 11 uur. Klanten sturen mij soms nog om 11:30, ja zeg, en creatine, en wat doet dat? En voor wat is dat goed? Copy-paste. De standaard vraag van iedereen. Ja. Creatine, wat doet dat? Ja. Ja. Werkt dat? Is dat niet goed of niet? Ja, wel, maar dan... Zo ben ik dan als beginnend bedrijf. Ik wil er echt wel zijn voor mijn klant. Dus ik kan die echt helpen tot in... Ja, je moet die band moet jij opbouwen. Ja, dus je moet erop zitten. Uiteindelijk zullen bestellen bij je zijn klanten. Maar ik ben iemand, ik ga daar echt wel persoonlijk in. Soms, die grens ligt nu nog... dat ik eigenlijk... Sommigen hebben niet van, na 10 uur niet meer afkomen. Bij mij is dat echt nog... Ja, als je mij om 11:30 stuurt, wat doe creatine? Dan ga ik daar nog met plezier op antwoorden. En zeggen van, je vindt dat daar in mijn shop, up en klaar. Ja, dat is nu nog wel gaande, dus ja. Ja, want creatine is eigenlijk het enigste supplement dat bewezen is dat dat echt werkt, hè. Klopt. Meest onderzochte supplement. Meest onderzochte. Klopt. En veiligste ook, of niet? In mate, je moet niet overdrijven, dat is met alles zo. Dat is met alles. Maar creatine wordt nu in veel longevity en zo supplementen gebruikt. Ja, er zijn dan nu over aan het overstappen, de algemene wetenschap... is meer en meer aan het accepteren als echt supplement. Niet alleen voor de fitness, maar ook voor in het leven. Ja. Ja. Hoeveel onderzoek doe je dan? Heb je ook een studie gedaan of zo? Of is het echt puur uit passie en interesse van gym? Echt een gymbro eigenlijk? Echt oprecht. En dat is uitgegroeid naar een business. Ja, echt oprecht. Elke dag ermee bezig zijn. En op den duur denken van... Eigenlijk, ik zit altijd maar 45, 50 euro bijna elke 2 weken uit te geven aan fitnesssupplementen. Daar voel ik ook wel. Ja, maar dat is echt. Wat pakt je allemaal dan? Nu momenteel, ikzelf, of waar ik in de winkel. Dus elke dag, pre-workout, dus voor het trainen. Dan word ik misselijk van. Ja, serieus? Mijn testen gaat dat niet. Ga jou de testen? Ja, ik heb er toevallig een bij. Dus pre-workout, voor het trainen. Tijdens het trainen pak ik BCA's met creatine gemengd. Tijdens uw training? Tijdens het trainen, Optimaal gebruik is dat dan, of wat? Voor uw spiervermoeidheid tegen te gaan, eiwitsynthese te verhogen. Tijdens het trainen. BCA's. Maar die creatine ook tijdens uw training? Ik meng die samen, hè, want mijn creatine is smaakloos. Dus je kunt die met alles mengen in uw fruitsap, in uw yoghurt noemen. Je kunt hem overal in mengen. Maar waarom dan tijdens uw training? En niet ervoor? Ja, dat mag ook voor, hè. Maar het heeft geen specifieke winst. Creatine mag je doorheen de dag nemen. Dus dat je dan voor het slapen gaat in je thee doet, bij wijze van spreken. Maar je neemt het gewoon in één keer, voor gemak. In één keer een volle schip tijdens het trein, dan is dat binnen en klaar. En dan na het trainen ook nog de eiwitten, hè. Heel belangrijk. Eigenlijk het belangrijkste, de eiwitten. Maar hoeveel shakes pak je op een dag dan? Hoeveel schepjes? Hoeveel gram? Dat zijn 2 volle scheppen eigenlijk. 2 volle scheppen. 60 gram, ja. En de rest natuurlijke voeding? De rest allemaal voeding. Ja, je moet niet gewoon overdrijven. Welke smaak? Nu aardbei is mijn favoriet. Oh, joh. Kost de cookies and cream. Ik heb of vanille, maar vanille wordt ook zo... Na een tijd is dat gewoon allemaal een beetje akelig. Ja, daarmee dat ik ook nu 3 smaken in mijn assortiment heb. Vanil, aardbei, banaan. Zodat je echt kunt wisselen. Ook mengen met elkaar heb ik al gedaan. Dus voilà. Dus voor keuze. Ja, omdat je bij het niet genoeg hebt of zo. Niet genoeg. En dan even zeggen, maar ik zal hier nog een beetje mixen. Voilà. Ja. Zeker. Hoeveel keer traint je per week dan? Elke dag? Soms zeggen ze van, jij overdrijft. Maar eigenlijk is dat bijna zo... Ja, elke dag.
Okay. Wat is jouw bro-split? Wat is jouw split? Van schema. Jouw gym split, ja, wat is dat? Push-pull legs, maar je doet 7 op 7. Ja, 5, 6 dagen zeker in de week. Ja. En wat is dan jouw schema? Laat ons zeggen. Nu dus, op het moment? Want op het moment, hè. Dus chest triceps, back biceps, legs, shoulders, soms shoulders, arms, hè, dat je die tegelijk neemt. En dan soms is back, chest, dus dat je die te samen doet. De opposite, maar ik probeer mijn hoofdspiergroep 2 keer in de week te trainen. Want dat is het optimale voor het. Optimale groeien. Klopt. Je hebt net je voldoende rust, 48 uur, dan kun je al aan je volgende groep beginnen. Ja, ik zit op de push-pull leg, zeg maar. Of ik probeer het te doen. Ja. Maar ik heb eigenlijk nooit echt van in het begin zo echt een vast schema gehad en een vast tijdstip en dit en dat. En nee, ik ben iemand, ik ken mijn lichaam, ik ontdek mijn lichaam. Wat kan ik aan? Hè? Zou ik hier 100 kilo kunnen benchen of 150 kilo kunnen benchen? Je voelt dat en je werkt daar naartoe. Maar ik ga geen dingen doen dat mijn lichaam zegt van... Dat gaan we hier niet doen. Ik ga een voorbeeld geven. Kan gevaarlijk zijn. De deadlift bijvoorbeeld. Ja. Wel bekend. Om eens met te pakken van hoeveel deadlift ga je? Ja, 200 kilo. Dat is een oefening dat ik al sinds 3 jaar niet meer doe. Ik doe hem ook niet meer. Raak dat ook niet aan. Want de risk-reward ratio is echt niet goed. En officiële voetbalplayers en zo, die vermijden zelfs die oefening. Omdat het gewoon niet goed voor je lichaam is. En het je hebt er niet veel baat bij. Klopt. Laat het zo zeggen. Is dat niet de ultimate exercise? Dat ja. Er zijn zeg maar 2 kampen, maar je hebt ook een paar Mr. Olympia's die dat ook niet meer doen. Ja. Maar een halve deadlift is wel goed. Een halve deadlift? Je bedoelt op de bar, dat je volledig naar de grond gaat. Ja, en dan zit je een beetje meer op je rug. Ja. Ik snap wat je wilt zeggen. Ik snap ook wat je bedoelt. Daar kan nog iets in schieten. Dus ik vind dat echt... Ja, sorry, ik kon hier veel mensen tegenspreken, maar ik vind dat echt een nutteloze oefening. Laat de comments maar komen. Ja, het is zo, spreek er maar over. Nee, maar ik vind dat niet goed, een deadlift. Nee. Ja. Dan heb ik liever een goede squat, een goede bench. Mm-hmm. Die main oefeningen die gaan bij mij echt top. Maar die deadlift... Het al even vermeden, maar als ik het dan eens ga doen of zo, ga ik het wel niet maxen. Gewoon, nee. Want dat is gewoon niet goed voor je. Dat is puur ego, hè. Tegenwoordig dat is echt in de gym. Ja. Ik heb het eigenlijk vorige week nog meegemaakt. Ik schat hem 15, 16 jaar. Och. Ja, een typische mannetje. Hè. Met de broccoli haar en zo. Alles erop en eraan. Schoenen dat half uiteen hangen, maar zwart. En dan, hoeveel had hem eraan? Ik denk 120 kilo. Dat eigenlijk al... Dat voor een 16-jarige. Ja. Maar dat is ego, hè. Dan kunnen ze later gewoon Snapchatten en gaan doen van... En zie dit. Met een kromme rug zeker. En dan was dat, de rug zo krom als ziet. En dan iets in mij, dat heb ik vroeger wel gedaan, ben ik naartoe gegaan, ik spreek over vroeger, van, en willen helpen, en ja, dat kunnen best niet, maar dan krijg je dat effect van, met wat moeite ga je, wat kom je aan je eigen doen? Dan niet van ken TikTok? Jij, ja. Wat is dat? Heb je je eigen supplement of zo? Ja. Maar als je mij een pre-workout pakt, dat klopt wel. Nee, maar dat heb ik gedaan, ik wou altijd helpen, dat doe ik nog, hè. Ook op mijn TikTok, ik wou wat tips geven, dit en dat. Maar soms krijg je er zoveel... een slechte reactie op. Denk ik op den duur heb gezegd van nee, ik ga zoek hem uit. Doe maar. Ik zal het wel online gooien. Je kunt er naar kijken. Haal je informatie daaruit. Maar echt 1-op-1 er naartoe gaan in de fitness, dat gaat mij niet meer zien doen. Ja, ik heb een maat, Cedric. En die heeft een ongeval gehad met de motto. En dus die zijn ene schouder, zijn linkerschouder is invalid. Hè. Maar die doet alles met zijn rechterschouder. Maar die gaan nog altijd 2 uur per week gaan fitnessen. En als die een deadlift doet. Ik kan u zeggen, daar zitten kilo's in. Dat is niet normaal. Dat is 80, 90, 100, maar echt extreem. Hè. En je doet dat met één arm. Allee, er schiet iets in je rug als je het ziet gewoon bij jezelf. Denk, je voelt zoiets precies zo. Van, toch niet een goede houding hebben met één arm, toch? Ja. Ah, misschien wel. Het is mogelijk. Het is mogelijk. Maar hij is wel uit de fitness gevlogen. Want ja, je kunt dat wel omhoog halen, maar je kunt dan niet stukjes naar beneden doen. Laat dus dat vallen. Pa, pa, pa. Ja. Op een bepaald moment komt hij naar mij zo, die van de fitness heeft gezegd dat ik dat niet meer mag doen. Wow, een kut fitness, ik kan een basic fit. Ik zeg, oké. Dat haten ze tegenwoordig. Hè. Dat ze maar platen vallen op daar mag dat ook niet meer. Hoor. Dat is, Ik vind het gymleven in het algemeen is een beetje veranderd. Moet ik dat gaan uitleggen? Het is niet meer echt voor de fitness guys. Het is meer gewoon voor het algemene. Het is populair geworden. Ja. En dat is de switch. Want als ik nu naar de gym ga naar het werk... Dan is het gewoon, ik zie gewoon kinderen, man. En kinderen die zijn dan 18 of net studentjes, zeg maar.
Maar die komen in groepen van 5, 6. Ja, ja, ja. Heel die gym zit vol. Ja. De helft van weet niet wat ze doen. Roepen de andere helft ziet er hetzelfde uit. Het is grappig. GSM ziet, ja, nee, echt, het is veranderd. Ja, spijtig wel, want uiteindelijk, laat ons het zo zeggen, je gaat nog altijd naar de fitness met eigen motivatie. Hè. Je kiest ervoor, je steekt heel veel tijd daarin. Gaat daar dan ook naartoe en ligt daar niet heel de tijd op die GSM te tikken. Of in het rond te wandelen alsof je niet weet wat je gaat doen. Je neemt ook anderen hun toestellen, hun ruimte in. Snap je? Ik vind dat is er nu meer en meer aan het gebeuren. Dat is soms wel spijtig. Weet je zo van die fitness guys die dan 2 toestellen tegelijkertijd. Weet je, ze zijn met 1 toestel bezig en dan tegelijkertijd ligt er een handdoekje van hun op het andere toestel. Oh, jee, nee, ik heb maar ze gaat er maar iets tegen zeggen. Hè? Ze ropen op u. Ik ben er wel mee bezig. Ik heb nu geleerd, ik stap rustig naartoe en ik zeg, kan ik dat even, kunnen we het samen gebruiken? Even tussen. Ja, en dan kunnen ze eigenlijk niet, want ze weten ook wel, dat is niet hun gym. Ja, maar ik bedoel, dat doe je toch gewoon niet? Nee, maar inderdaad, het principe is zo van, bro, waarom doe je dat eigenlijk? Ik heb ooit meegemaakt, ook verhaaltjes over gemaakt, echt gebeurd, geen zwaar. Ik was bezig en ik moest een kabel hebben voor mijn triceps wat te trainen. Ik ben er onderweg naartoe aan het stappen en er wordt gewoon zo'n handdoek gegooid. Ik zweer het. Zodat hij voorrang krijgt. En ik zeg zo, oké. Bro. Maar dat was zo'n... Ik zag al van, ik kan hier niet graaf liggen doen, want... Dat is een agressieve mogol waarschijnlijk. Dat gaat hier geen nut hebben. Waarschijnlijk kan het testosteron. Ja, ik leg mij erbij neer. Ik kan wel ergens anders iets doen, maar... Hey, dat echt gewoon niet denk. Maar... Ik zou dan even aantikken op de schouder. Moet je hier ook zijn? Ah, kunnen we misschien samen eens doen? Dat zat er niet in bij. Zo laat ze. Nee, dat zat er echt niet. Hey, is dit trouwens van Mr. Olympia geïnspireerd? Wat is dit? Nee, echt. Het staat je wel, hè? Daar niet van. Hij heeft gewoon Top Gun gezien. Maar er zijn veel gym guys die door Mr. Olympia nu weten. Dat, waarschijnlijk heel veel mannen, maar sinds corona, mondmaskers... Ik denk, boeien, je laat het allemaal weggroeien. En dan staat op een gegeven moment voor de spiegel, je moet je terug beginnen scheren. En dan begin je hier, en dan hier, en je eindigt zo aan. En dan zo, weet je, eigenlijk waarom niet? Ja. En dan komt Top Gun uit. Ja, en dan denk je van, oké. En dan was de bevestiging. En dan koop je die bril natuurlijk. Zalig. Nee, dat was de naam. Maar dan denk je, oké, eigenlijk, weet je, we gaan gewoon eens iets nieuws proberen. In het begin, iedereen, waar staat op dat weg? Maar dan wordt dat geaccepteerd en dat is eigenlijk leuk en cool. En nu komt het echt zalige verhaal. Vorige maand meegemaakt in een café met uitgaan. Zo'n random gek, ik had al vodka spritzers binnen. Komt zo'n jongen naar mij. Ja, ik heb door u nu ook een snor en mijn vriendin vindt dat niet plezant, maar dat boeit mij niet. Ik zeg, oké, nice. Je bent echt een beeld geworden voor anderen. Dat vind ik zalig. Maar de moustache is een moeilijke, want die staat niet bij iedereen. Klopt. Jij kan het ook rocken. Ja, soms. Sommige situaties. Eén keer vond ik het niet, de andere keer dacht ik, hey. Het is een look, hè. En als ik het er nu afdoe, mijn vriendin zou zeggen, fucking raar. Wat is deze? Ja. Babyface, wat is deze? Ja, bij mij gaat het niet met lang haar. Wel met kort haar, heb ik het gevoel. Ik heb het gevoel dat mijn lang haar is of zo. Dan moet ik al de goatee laten staan. Je bent echt die guy van Narcos, bro. Ah, de Diaz. Ja, ik zie wel. Dat is positief, hè? Ik weet niet of jij de negatief hebt. Dat heb ik weg van Mathieu van der Poel. Serieus? Dat is ook niet. Hoe dat je praat en zo. Ja, heb ik hetzelfde accent en zo. Oei. Wel een beetje breed. Ik ben nog wel op aan het letten. Normaal, het kan soms plat zijn. Ja, maar ga maar plat. Dat is het Antwerpse, dat zal er altijd in zitten. Ik ben van de kampioen, dus kan het wel hebben. Ja. Steroids. Want ik denk dat iedereen daar wel op een bepaald moment over nadenkt. Zeker in het begin van de fitnesscarrière. Klopt. En heb je het gedaan, of niet? Nee. Tegenwoordig is op YouTube veel van die guys die zijn veel meer transparant geworden. Die zeggen het ook gewoon. Ik vind wel goed, hè? En ik vind het ook goed, die move. Maar dat is gewoon jongens die het willen proberen, dat ze weten waar ze aan beginnen. Exact. En ook dat ze niet een fout beeld hebben van... Voilà, dat vooral. Maar om persoonlijk daarover te praten... Ik ben eigenlijk van heel skinny begonnen. Ik woog 61 kilo. Ik stelde niks voor. Dat was het echt niet. En dan op een gegeven moment, met de boys geboekt een trip richting wat was toen, zo'n Spaanse bestemming. Magaluf. Of, Calella of Salau of wat dat het ook was. Loretelmer. Dat was het. Oh nee. Ik denk dat dat was. Ja, ik heb daar nog niet meer iets van. Hoe oud was je? Dus, 17, 18 jaar. Oh, okay. Vol met Britse meiden daar wij zeker. Dachten, Russen ook, hè. Die verhaal, dat was me weg. maar wij dachten... Oké, we gaan hier een maand voor vertrek. We gaan naar de fitness. Wij denken, één maandje fitnessen, dat gaat er direct bij komen. Ja, denk het niet. Maar zwart. En
na die reis, denk ik eigenlijk de enige dat eigenlijk verder is blijven fitness en er het wel wat serieuzer begon te nemen. Ja. Puur want je ziet die lichamelijke verandering. Je kijkt dus je gaat naar een leeftijd toe waarin dat je meer ontwikkeld wordt. Klopt. Dus je ziet, ja, dat is echt een verandering. Dat zijn gouden jaren, daar moet je profiteren. Dan komt het binnen en dan krijg je die newbie gains, zoals ze dat zeggen. Dus je stopt voor de spiegel en oké, ja, eigenlijk wel nice. Maar als je dat blijft doen, je blijft ook wel groeien. Tot op een bepaald moment, hè, om op steroids in te gaan. Heb je zowat je natuurlijke limiet bereikt? Want ik ben iemand, ik ga niet... Ja, dat het bulken en het kutten. Ik ben iemand dat zo, dat heel ja, hoe moet ik dat zeggen, heel zwaar gaat doen. Dus niet heel, heel dik worden, om dan terug alles eraf. Dat doe ik niet. Ik doe altijd gewoon rustig aan. Je lichaam moet ook het aankunnen. Gewoon sporten en of voeding. Gewoon sporten, ja. Een beetje voeding, maar goede supplementen. Goede supplementen. En, ja. Voilà, en klaar. Maar dan kom je op een punt, ja... Je kijkt in de spiegel en oké, we zijn nu wel een jaar verder en er is precies niet zoveel bij. Terwijl dat eigenlijk wel is, hè, want als je foto's bekijkt, je vergelijkt dat altijd. Maar dan denk je, ja, wat kan ik hier eigenlijk nog doen? En dan komt het, hè, dan begin je alles te lezen. Op je Instagram, dat staat vol met van die gasten van 17, 18 jaar. Maar echt, dat je zelf... Traps. Jullie zullen dat ook hebben gezien, hè. Nee. Dat je denkt, hoe kan dat? En dan YouTube-video's beginnen zien en ja, this will boost your testosterone naturally, but the other side, eh? Ja, neemt dat en dat en dat. Dan denk ik van, oké, dan gaan we alles af, hè. Je doet een eigen research. Je denkt in het begin, oké, nice, maar dan de donkere kant, dat vergeten heel veel mensen, die heb ik ook afgegaan. Eh? In de naaste omgeving, maar ook op het internet. Wat zijn de nadelen? Wat doet dat met je lichaam? Kun je dit, kun je dat? En dan beginnen dingen te lezen van onvruchtbaarheid en overal puisten, terwijl we kinderen, vooral haaruitval, snap je? Dat wil ik absoluut allemaal niet. Ik wil later ook nog kinderen, ik wil nog gezonde kinderen, ik wil zelf ook nog lang leven. Hè. Van die mannen die op hun 40 jaar een hartaanval krijgen, dat zie ik allemaal niet zitten. Nee. We zijn de nadelen tegenover de voordelen. Ja. sorry. Nee. I was thinking. You were thinking. You said it. Nee, maar dat is... Dus, nee, die kant ga ik niet uit. Ik zou dat ook niet willen, want dan geef ik mijn eigen volgers ook een fout beeld. Snap je wat ik wil zeggen? Dan draag je een andere verantwoordelijkheid. Klopt. Ja. Als ik dat ook... Nee, dat gaat absoluut niet. Nee. Want ik heb nu toevallig... Ik was aan het gamen en dat was met zo'n gym dude. En die had wel... Die had gelezen, ik weet niet of jij het weet. Maar blijkbaar... ook al pak je één keer zeg maar een cycle steroids, exact. Jouw baseline is sowieso al... Gefokt. Die zei van je baseline is sowieso sterker als de voor zware muscle altijd. Memory, hè? Ja. Dat je altijd, gepusht je eigen, hè. Sowieso gepusht je eigen. En op dat moment dacht ik... Meer, oh, Maar vanaf dat je ervan gaat, dus je pakt het niet meer, je testosteronniveau, er wordt mee gespeeld. Hè. Je eigen lichaam zegt, wacht... Jij pakt hier iets waardoor dat je meer testosteron binnenkrijgt. Dus je eigen ballen, om het zo te zeggen, gaan zeggen, oh, ik moet hier niet meer werken, ik moet hier niks meer doen. Hè. Pak die pilletjes maar, ik zet mijn eigen in rust, in slaap. Maar dan gaat je af die pilletjes en je balkjes, die gaan soms starten die niet meer op. En dan moet je allemaal dingen beginnen pakken. Hè. Dus eenmaal in die wereld, ik denk niet dat je er ook zomaar uit geraakt. De meeste mensen moeten het gewoon blijven nemen. Hè. Ik denk dat wel. Maar wat dat Joe Rogan bijvoorbeeld doet, is wel interessanter. Dat is gewoon TNT. TRT. Gewoon een replacement. Dat is wel interessant. Voor in je 45 plus, laat ons zo zeggen. Zeg je nog iemand, zeg maar niet acteurs tegenwoordig, je mag het opzoeken. Oh, die pakt gewoon steroids. Zo. Ja, voor de Creed 3 heeft hij bijvoorbeeld een kleine, hoe noemt hij die acteur? Ik weet het niet. Michael B. Jordan. Ja, die heeft gewoon onder doktersadvies een kleine cycle gedaan, zodat hij op meest perfecte vorm sta voorop, hé, op beeld. En daarna... Dat is mijn dokter. Daar is zoveel geld mee gemoeid. Er zit een ander budget in. Hè? Maar als klein jongetje van 16, 17 jaar, dat is het niet. Ja, dingen ook. Liver King. Oh ja. Dat was ook een gans... Voor een jaar was hij echt zo... Gewoon lever, organen, bam, bam, bam. I'm Liver King. Hoor. Ja, maar het ding is, mensen geloven dat. Maar je ziet het gewoon niet. Die buikspieren was gewoon te veel. En dan ik heb nog over Tastings op zijn TikTok gekeken en die views zijn echt wel naar omlaag gegaan. Naar beneden, hè? Maar denk je dat je dat iets boeit? Hij heeft zoveel cash en poen gemaakt in die periode. Maar daarvoor toch al, want hij zat zo in een crazy real estate. Zat hij in real estate? Hij had dan al een gek huis en zo. Hij heeft een ziek brand opgebouwd. Mensen beginnen te geloven, beginnen te kopen. Nee. Maar als ik dat niet heb, dan ga ik ook zo worden.
Absoluut. Dat is zo'n online sensatie, is het? Ja, hij is een character en je weet je. Hij is een volgerap, hoor. Maar je hebt wel gemerkt, vanaf dat Joe Rogan erover begon te praten, is het echt wel snel naar beneden gegaan. Hè? Hij was echt zo van, it's not possible. En dan ik kom hem nu niet meer tegen op mijn Facebook page. Ik soms zo. Niet meer, hè, maar vroeger. Elke dag, bro, moest ik naar zijn rode kop kijken. Ja, echt, dat hem dus lever en weet ik veel wellicht te eten. Nee, dat is... On The Rock, bijvoorbeeld. Roided it up. Hij heeft zelf bevestigd dat hij in zijn tienerjaren voor de NFL. Ja, maar als je nu naar nog... hem... En nu nog, je ziet dat gewoon. Ja, sowieso. Hij wordt ouder, maar toch breder en toch... En leaner. En je ziet gewoon... Ik zie dat hier aan zijn nek en zijn schouders. Het klopt niet. Het is net zo'n opgepompte spier. Maar dat is echt... Ja. Wat ik bedoel, dat is echt onder doktersadvies. Die gaat geen milligram te veel pakken. Stel, er is een puistje, daar wordt direct op gezeten. Dat is helemaal anders. Dat moet je totaal niet vergelijken. Hier, je gaat online, how to buy steroids. Binnen de seconde heb je een website gevonden. Je bestelt dat met crypto of weet ik veel wat. De volgende dag is dat in huis. Maar is dat wel hetgeen waar je het bestelt? Ziet dat er werkelijk wel in? En die controle is er totaal niet. Dat bestaat niet. Maar een maat van mij die zat in die modellenwerk in Shanghai en die naartoe voor twee maanden. En ik was in Xiamen. En we waren zo elkaar aan het sturen, zo van ja, trainen. En hij pakte daar een circle. Hè? Dus een hoe moet je dat zeggen? Cycle of steroids. Ja. En hij heeft daarna ook nog iets een fat burner gekregen. Grootste rommel dat er is. Voilà. En die kwam terug en die was precies 5 jaar ouder geworden. Want het was niet alleen, het was al pollutie in Shanghai. Slecht eten, veel feesten, plus nog je steroids. Je lichaam op den duur zegt, stop. Yeah. Ja. Maar dan kun je niet meer terug. Hmm. Dat vergeet je. Dat is korte shine, korte groei. Waar je zegt klopt exact. Hè. Je verjaart zo hard. Hmm. Je moet maar eens opzoeken, Oliver Fosling. Ik weet niet of je hem kent. Nee? Ook zo'n TikTokkerke. Hij is ook begonnen op een gegeven moment met een kuur. En hij zegt het ook letterlijk. Ik ben in zo'n korte periode van 17, 18 jaar... Ik ben precies 29 jaar geworden. Qua hij deed dat op zijn 17e. Hij is nu 18 of 19 jaar. Allee, jongen, zo vroeg. Je bent nog niet eens gegroeid. En dan... In Amerika ligt die cultuur zo anders. Dan moet je het bijna pakken voor eruit te willen schieten. Ja. Daar is dat precies normaal. Plus het eten zit ook nog eens vol hormonen daar. Dus, het kan niet anders. XXL alles, hè. Ja. America. En Jake Gyllenhaal heeft nu ook... UFC-film. Ja, hij heeft ook waarschijnlijk een cycle. Hij heeft het al gedaan met Southpaw. Die acteurs die 99% dat allemaal doen. In Southpaw was zijn fysiek wel echt wel chapeau, pas op, moet ik zeggen. Je moet niet denken, als je dat pakt, kan je van vandaag op morgen ineens... Moet minder trainen, nee. Het is geen cheat code. Je moet echt nog wel serieus gaan werken. Nog op je voeding moet eigenlijk nog beter op worden gelet dan als je dat pakt, want dan werkt het ook het beste. Maar ik zeg het naar mijn ding en naar iedereen hier. Blijf gewoon naturel. Ontdek je eigen lichaam. Zie waar je aan kunt. Push jezelf ook. Hè. Je begint niet in de comfortzone. Ga eens buiten die comfortzone. In plaats van als jij gaat benchen... 100 kilo, leg er eens 110 op en vraagt iemand voor achter u te gaan staan. En ontdek het eens op een natuurlijke manier. Ja. Leer je lichaam kennen, push je eigen. En dan ga je wel zien dat je gaat groeien. Sowieso. En als het om nummers gaat, dan moet je maar powerlifter worden. Dan moet je maar gewoon deadliften. Ja. Ja. Ja, want over het laatste heb ik ook in het nieuws gekomen dat bulking echt heel ongezond is. En keiveel mensen bulken, hè. Extreem bulken. Dirty bulking, maar dat doen ze, dat gebeurt al echt jaren. Dat gebeurt echt jaren. Maar ja, blijf volgen. Zeker zo ook die weight... ik heb ook een paar keer gepakt, zo die... weight... Mass gainer. Dat heb ik nog niet gepakt, maar... Dan voelt u daar echt zo... Daar ga ik ook nooit mee beginnen in mijn fitness supplementenlijn, want ik vind dat... Puur suiker ook, toch? Daar zit zoveel rommel in. Heel veel, ik ga puisten krijgen, opgeblazen gevoel, misselijkheid. Ik heb het allemaal ook vroeger gepakt. En daarom ook dat ik zeg van, nee, niet meer. Ik vind dat de grootste rommel. Het is, als je toch wilt mass gainen, om het zo te zeggen, gaat dan gewoon, in plaats van... Hey, 's morgens, 's middags, 's avonds, pak tussen die periodes gewoon één extra maaltijd. Dat kan iets kei simpel zijn. Wat kip met wat rijst, hey, om het standaard te houden. Doe dat ertussen en je gaat wel wat massa creëren. Dat is normaal. Begint niet met al die shakes. Oké, dat is rap in handen, geen goed en wel, maar ik vind de voordelen vind ik... Nee, ik ben daar echt niet voor. In mijn tijd, toen ik 18 was, toen ik juist was beginnen fitnessen,
Dat was Body and Fit, de shit. En ja, dat was kei goedkoop en kon er van alles halen. Ja. Maar dan een paar jaar geleden kwam uit dat als niet alles, zaakje, ja, dat is niet alles erin staken. Ja, serieus? Ja, dat was niet de hoeveelheid proteïne. Dus ze zeggen bijvoorbeeld, in onze pot zit per schep 30 gram proteïne. Terwijl als ze dat gaan onderzoeken, zijn en eigenlijk zetten er maar 20 in, om het zo te zeggen. En dat is nooit buitengekomen tot die rechtszaak. En sindsdien is Body and Fit, voor mij toen al was dat afgeschreven. Dat ik denk van, als je je klanten zo gaat bedriegen, allemaal op mijn poen scheppen. En dat is wel echt is een vieze streek. Hoor. Zot, hè? Ja. Dan zo van, ik ben hier keihard aan het trainen, maar ik kom precies niet genoeg proteïne binnen. Nee, ja, dat is echt, echt gebeurd. Waar zie jij jouw ding en jouw bedrijf nog naartoe gaan? Goeie vraag eigenlijk. Het initiële plan, oprecht, dat was in het begin. Ik begin met een pre-workout, omdat ik heb altijd zo'n energiediepje voor het trainen. Soms moet ik eens wat motivatie hebben. Pre-workout pakken en ik ben weg. Ik kon er al die schaven aan, dat ik goeie, helemaal zo te zeggen. En dat was mijn plan. Ik ben daarmee begonnen, een pre-workout. En het ding was eigenlijk, na 6 maanden eventueel een nieuw product, dan gaan we verder zien. Oké, dan nog iets. Nog iets, maar het is allemaal binnen de eerste maand was ik al aan mijn tweede product. Dus de eiwitten. Dan 2-3 weken daarna nog een product. Dan van de pre-workout een nieuwe smaak ontwikkeld. Dus ik ben eigenlijk zo snel kunnen groeien dat ik iedereen iets heb kunnen aanbieden. En dat vind ik zalig. Dat het allemaal rapper en beter is gegaan dan hoe dat ik het had gepland. En waar zie ik mij of wat wil ik? Dat is heel simpel. Nog meer producten, maar wel enkel hetgeen als altijd. Dat heb ik altijd van in het begin gezegd. Ik wil alleen hetgeen aanbieden waar ik volle 100% achter sta en waar ik denk dat je eigenlijk als fitnesser, zowel beginnende als ervaren fitnesser of sporter in het algemeen, nodig hebt. En dan probeer ik mijn gamma in uit te breiden. Goh, ik had vandaag bijvoorbeeld gezien, echt daarnet voor ik hier kwam, we gingen het over Gymshark. Die jongen was begonnen in 2012, toen dat hij 17 was. Oh, ja. En hij is nu vandaag de jongste miljardair van de UK. Ja. En hij is nog steeds jong. Hij zit tegen de 30 aan. Onze, hè? En hij is gewoon zelf begonnen met Cut & Sew in zijn garage. Van zijn ouders of whatever. Dat zelf, vind ik het mooiste. Zelf tanktops maken en die website, dan zie je dat zo gebeuren. Klopt, op het juiste moment, juiste plaats, denk ik. Ja. Maar zo zie je maar, dat duurt wel 10 jaar. Het duurt wel lang. Mensen moeten jouw brand kennen, mensen moeten daarin vertrouwen hebben. Mensen en... Ik dacht dat dus ook, dat bij mij, ik ben hier een nieuwe speler op de Belgische markt. Niemand gaat mij kennen, maar we zijn nu ongeveer bijna officieel een jaar bezig. En waar ik nu al sta, ik had dat nooit kunnen denken. Dat staan 2-3 jaar verder. Ja. Nooit. Want nu is alles bij jezelf gewoon. Ik zie dat jullie op een andere website staan. Alles van het webdesign, het grafisch design, sticker design, label design. Heb je voor gestudeerd? Heb ik voor gestudeerd, dus steek die kost in mijn zak. Echt waar. Dat scheelt veel, hoor. Heel veel. Ja. Als ik weet waar je voor mijn website zou moeten betalen, kun je al... Websites kunnen duur zijn. 4-5k en dan... Want je betaalt ook per pagina, werkende betaalmethode, alles noem maar op. Ja, pas dat eens aan. Oké, je stuurt dat door. Misschien met geluk de 2 dagen is het op je website aangepast. Nu, als ik iets wil aanpassen, binnen de 10 seconden, het staat online. Of productfoto's, doe letterlijk alles zelf. Alles. Want hoeveel procent pakt jij op per verkocht product? Want, in de zin van aankoop, als je al je kosten eraf haalt... Ik zie eigenlijk dat mijn marge moet liggen op de marge dat het moet liggen. Maal 2,4 zoiets. Ik zie wel dat in het begin had ik dat niet. En was ik eigenlijk veel te goedkoop en had ik nog niet door. Ik denk van oké, ik verkoop hier wel. Ja. Komt allemaal wel binnen, maar dan begin alles op te tellen. En veel mensen vergeten dat. Maar uw website kost geld, uw stickers kosten geld, uw pot kost geld, uw ingrediënten kosten geld, het versturen, label, noem maar op, alles kost geld. En dan uiteindelijk was ik te goedkoop om dan nog iets over te houden, om het zo te zeggen. Dus, maar dat heb ik dan wat veranderd, qua kostenbesparend. Gewoon gaan zien van oké, hier ben ik eigenlijk veel te duur. Die sticker, die was in een heel mooi glans. Alles gewoon te perfect eigenlijk. En dan hoeft niet. Het hoeft niet. Nu heb ik hem in het mat. Het is nog keihard. Gewoon niemand heeft ooit iets gemerkt dat het is veranderd. Ja. Dus voilà, dat is al een kost minder.
En zo gaan zien waar dat mogelijk was. Hè. Ja. 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 Werk je dan ook samen met andere influencers of totaal niet? Alles, gewoon, je hebt je eigen zelf, brand al. Alles dus zelf, ja. Als je 60.000 volgers hebt, ik bedoel, dat zal ook wel voor een reden zijn. Dus. Alles gewoon op TikTok. Ja. Ik heb letterlijk nog 0 euro aan marketing uitgegeven. Nog echt 0,0. Van TikTokken. Zelfs geen Facebook ads of zo. Omdat ik dat vroeger heb ik dat wel gedaan voor mijn IT-zaak. Ja. Ik dacht van, ja, weet je, deze is nog een optie. Hup, ads online. Oké, je krijgt wel wat kliksjes, maar dat is het ook. Moet je naar Kjell bellen. Ja, dat is de goede. Kjell Fratier. Ah, voilà. Ken je Bart trouwens? Ken je Bart van de fitnessshop hier in Antwerpen? Om het grof te zeggen, is dat die kale? Ja, dat is die kale. Ja. Die grote kale. Pijnlijk. Ja, ja sorry. Ja, is okay. Ja. Dat is het beeld dan. Dat is, ja. Not disrespectful, ja, maar he's rocking it. Ja, he's rocking it. Ja, met zijn volgens mij staat hij ook niet met haar. Sorry, maar ja, denk ik. Ik weet het niet. Ja, je zit dat gewoon. Dat is nu met die snor ook. Je zit dat gewoon. Ja. Dat gaat er. Ken je hem? Persoonlijk niet, nee. Nee, niet persoonlijk. Maar is dat misschien interessant? Of? Ik heb daar wel eens gekocht, hè, vroeger. Ik ging daar ook mijn fitnesssupplementen ook halen. Ja. Maar is niet meer van hem, hè? Nee, hij heeft het verkocht. Overgegeven, ja. Hij heeft verkocht aan mensen iets, uit Brussel. Iets suikervrij. Sauzen. Sauzen, ja. Maar dat gaat ook weer. Moet je dan altijd proberen, eigenlijk. Ging ook goed. Die zijn echt goed. Ja? Ik had er zo 2 geprobeerd. Echt lekker, man. Op je rijst kip geeft dat een smaakje. En voilà. Je hebt geen extra slechte dingen in je lichaam. OnlyFans. Daar wou ik ook mee beginnen zeggen. Nee, dat was een grap. Ah, oké, okay, dan kun je het wel. Oh, sorry. Dat was zo'n... Nee, ik zei het er net ook tegen jou. Ik zeg, eenmaal als je daar online hebt staan, ga maar eens een... Oké, ik ben nu zelfstandig, maar ga maar eens een ander job vinden. Laat dat maar eens... zelfs de vriendenkring, laat dat maar eens rondgaan. Als één iemand dat heeft gezien, screenshot, en dat is weg. Het is heel snel gemaakt. Rond, hè. Ja. Internet is echt zo'n machtig medium, dat gaat zo rap overal rond. Je hebt alle kanalen, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, het is er direct. Dus kijk naar Evelien. Hè? Evelien? Evelien van Chandont en... die fake. Ik dacht, huh? Ja, dat kan ook. Het gaat snel, hè. Het gaat heel snel. Als BV moet je toch wel echt oppassen tegenwoordig. Want... Oh. Of ook wat je zegt, die Megan bijvoorbeeld, van ja, ik ga geen belastingen betalen met OnlyFans. Ja, maar dat is gewoon een... En dat was ook sorry, maar dat is gewoon... Over... Dat is dom, maar dat is dom. Het is direct rond, hè. Het is direct rond. Dat is... Goeie scherp. Nee, maar dat was... Allee, ik bedoel, maar langs de andere kant is het ook wel... Als ze nu niks zou verkeerd gedaan hebben met haar belastingen, maar ze zegt het wel, dan... Is het alleen maar win-win, hè? Want ze mogen haar controleren. Ze heeft toch alles volgens het boekje gedaan. En ze heeft extra publiciteit gekregen. Ja. Ja. Is daar nog iets uitgekomen? Je moet altijd, nee. Maar je moet altijd oppassen met die uitspraken van die. Ja, ik kan niet zeggen alles, BV's, want BV's is veel gezegd. Influencers. Want, pas op. Ja, zie dat je met je belastingen in orde bent, zo, want ze zijn er. Zeker in België. Dat is een tip dat je meegeeft. Ze beginnen Instagram te checken ook, hè? Van jouw account. Begin, ja. Eigenlijk. Dat heb ik toch gedaan, die raad heb ik van ons papa gehad. Ook al kost dat kei veel in het begin, maar een boekhouder, pak dat en die regelt echt wel die dingen voor je, dat je een goede opstart hebt. Oké, het gaat elke 3-4 maand van je rekening, maar dan nog, alles is in orde. Elke factuur, alles is correct gedaan en dan zit je daar gerust in. Ik ben daar tot op heden nog zo blij mee dat ik niet alles moet gaan verwerken en indienen en ditjes en datjes en... die kost moet wel aftrekken en dat niet. En dat, wel, dat weet ik echt oprecht allemaal niet. Zo van die dingetjes, kleine zaken. Ik ga die zitten op restaurant en zo van kleine dingen, maar dat wist ik allemaal niet. En nu is dat, hij doet dat allemaal en dat is klaar. Ja, de boekhouder is er ook om jouw geld te besparen. Ja, hè? Ja, niet om jouw geld te lenen. Een goeie toch? Een goeie, ja. Oké, Mathieu, we zijn er bijna. Wat brengt de toekomst nog? Wat brengt de toekomst voor mij? Oprecht, ik wil gewoon blijven doen waar ik. Nu toe, ook op het sociale media. Eigenlijk, die TikToks is iedereen, de jeugd, maar ook iedereen, blijven motiveren. MDS Nutrition uiteraard in de omgang laten groeien, blijven groeien. En we gaan zien dat de toekomst denk blijven knallen. Echt waar. Alright. Ja, ik zou zeggen, veel succes ermee. Inderdaad. Is er nog iets nieuw dat je gaat uitbrengen? Zeg het kleine eens. Sneak peek. Ik ben er nu mee bezig. Het wordt nu gekeurd door de overheid. Vegan proteïne. Oké, gaat dat die vegan markt... Ja, die deel van het markt krijgt enorm veel DM's.
van ja, en ik doe een keto dieet en ik doe dit en ik doe dat, maar ik heb geen zin om echt uw weight te pakken. En dan komt dat wel boven dat ik de hele kant van de markt wel aan het liggen. Dus ja, de vegan markt zijn we nu mee bezig. Ja. Alright, oké. Okay. Veel succes, nog eens bedankt om te komen. Yes, dat was een leuk gesprek. Voilà. En ik zou zeggen tot de volgende. Super, top. Tot de volgende.